Ik ben Ayham Abu Hamida. Ik kom uit Syrië. Ik woon in Hilversum met mijn gezin. Ik moet als sleutelpersoon met alle organisatie werken, met alle overheidskantoor werken. Bijvoorbeeld hier staat in Hilversum veel mensen die meer dan 3 jaar hier in Hilversum wonen. Zij hebben problemen met die taal, zij hebben problemen met die regels hier in Nederland. Ik heb contact met de gemeente bijvoorbeeld, gemeente Hilversum. We hebben een project voor welkom in Hilversum. We moeten uitleggen voor de mensen die moeten naar Hilversum komen. Wat is de situatie in Hilversum? Hoe moet die mensen verhuizen van de AZC naar de huis? Hoe moet die mensen gebruiken hun uitkering? Ja, wat is kinderbijslag? Veel huisarts hier in Nederland is mannen, meer dan vrouwen. En de Syrische vrouwen vinden dat niet leuk of niet goed dat een man moet haar lichaam aanraken of iets. Ja, dat maakt veel problemen voor de statushouders. Dus vraag ik als de assistent kan kijken over de vrouw, wat is de situatie, bijvoorbeeld de bloeddruk of iets. Ja. Soms zegt de huisarts, wie is dat? Waarom hij komt met jou? Ja, nu heb ik een antwoord. Ik ben sleutelpersoon. Kan ik die informatie alle tijd vertellen van de huisarts voor de mensen en van de mensen ook naar de huisarts. Sommige mensen hebben een infectieziekte, die komt soms van school, die soms van buren, zoals die waterbokte. Sommige mensen hebben in Syrië niet gestudeerd. Zij weten niks over die ziekte. Zij denken dat het heel gevaarlijk is voor de kind. Wat kunnen we doen? Wat is er aan de hand? Ik zeg voor die mensen, jullie moeten gaan naar de GGD. Daar kunnen hun met jullie spreken. Alles dan spreken geen Nederlands, dan ik ga met hun ook naar de GGD. Ik vertel voor hun van de assistent naar de mensen en van de mensen ook naar de assistent. Mijn droom is te werken voor de mensen die hier wonen als statushouders. Die mensen wonen zonder problemen. Die mensen hebben goede contact met de Nederlandse mensen. Ja, die mensen moeten ook leren over de cultuur. Maar ik moet dat uitleggen voor die mensen als sleutelpersoon. Ik moet dat uitleggen.